Faya Laurens zit flink in de problemen met haar gigantische villa die ze al meer dan 15 maanden probeert te verkopen. De actrice dacht aanvankelijk een mooie slag te slaan met haar luxe woning van 730 vierkante meter, gelegen op een uitgestrekt perceel van maar liefst 28.000 vierkante meter in permanent. Met een prijskaartje van 3,8 miljoen euro leek ze gouden zaken te doen. Maar niets is minder waar. Het huis blijft als een blok aan haar been hangen, terwijl de stofzuiger dagelijks draait om al die vierkante meters schoon te houden. Weekblad Weekend constateert dat Faya's hoopvolle kijk op de verkoop inmiddels flink is gedaald. Ze was lange tijd bijzonder optimistisch, maar dat optimisme is nu flink getemperd door het gebrek aan interesse, schrijft het blad. De vraagprijs is inmiddels verlaagd van 3,8 miljoen naar 3,5 miljoen euro. Maar zelfs dat lijkt niet genoeg om potentiële kopers te lokken. Volgens Weekend ligt het probleem in het ontwerp, het geheel oogt niet als iets heel bijzonders. Het is een onsamenhangend complex van verschillende gebouwen. Wat opvalt, is dat Faya het huis ooit kocht voor slechts 675.000 euro, waarmee ze oorspronkelijk hoopte een winst van ruim 3 miljoen te maken. Nu ziet het ernaar uit dat zelfs die droom in rook opgaat. Toch blijft Faya, al moet ze wel slikken positief over de verlaging van de prijs. Wat ik nu vraag is wat ik oorspronkelijk in gedachten had. Mensen die zo'n huis kopen, proberen altijd meteen drie ton van de prijs af te halen, zegt ze nuchter. Toch geeft ze toe dat het steeds opnieuw opruimen voor kijkers haar zwaar valt: elke keer moest ik het huis helemaal opruimen. Ik zal nooit meer zo groot gaan wonen.